Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Wie ben ik aflevering hier samen met Relax Park, oftewel Rick en Paustini laagstreepje YouTube, oftewel Austin. En wat houdt dit nou in? Dit is dus onze serie eigenlijk en het houdt in dat wij elke week op stap gaan. We gaan elke week met het personage wat we in ons hoofd hebben naar de kapper, naar de kledingwinkel. En het is eigenlijk de bedoeling dat de ander raadt wie wij zijn. Dus op het moment dat we klaar zijn gaan we allemaal terug naar mijn appartement, naar mijn huis. En dan proberen we eigenlijk van elkaar te raden wie wij zijn. Dus het is eigenlijk super grappig. Rick was de vorige keer Miranda. Ik was de vorige keer Misty van Pokémon. En Austin was de vorige keer Arjen Robben van het Nederlands elftal natuurlijk. En dat houdt in dat we staan met een tussenstand van 4 punten voor Rick, 6 punten voor Austin en 7 punten voor mij. Maar dit is een speciale aflevering, want we werken met dubbele punten. Dit doen wij voor Rick, zodat hij ook nog kans maakt. Maar dat maakt niet uit, dus we werken met dubbele punten en dat is gewoon superleuk. Maar de persoon die ik deze keer ga zijn, en ik moest echt super lang voor nadenken en ik wist het gewoon echt niet. Maar de persoon die ik deze keer ga zijn, dat is die persoon. Dus ik hoop, omdat het een beetje lastig is, omdat je niet heel veel keuzes hebt met wie of wat je kan zijn. En vooral qua haar gaat het lastig worden. Maar ik hoop dat als ik dit kan vinden, dat ze het dan wel moeten weten. Maar ik zou zeggen, pak een auto jongens en ga lekker er vandoor. Ja. Ja, nou pak lekker een auto. Een auto pak. Hier, ik op mijn kosten pak een auto als je wil. Kijk, dit is echt zo sneaky. Ik doe dit eigenlijk altijd. Dan zeg ik pak een auto. Maar ja, ik heb natuurlijk als eerste een auto. En ik ben natuurlijk meestal bij het dichtstbijzijnde kapper en kledingwinkel altijd. Hoppa. Oh shit, ik word nog steeds nerveus, want ik ga nog steeds heel snel rijden. Ik weet echt niet waarom ik deze auto heb gepakt, maar ja, daar kunnen zij me natuurlijk niks aan doen. Niet dat ze dat doen, maar ik begin! Eigenlijk. Ik ga eigenlijk als eerste naar de kapper toe. Dan ga ik kleren bedenken, want dit gaat eventjes lastig worden. Maar we doen ons best. En wie ga ik doen? Ja, jij weet als best wie jij gaat zijn, Rick. Austin, wie ben jij, Austin? Ga je dat niet verklappen? Nou, moet je we werken met dubbele punten, hè? Dus even kijken. Zo binnen. Dit gaat heel erg lastig worden. Omdat je praktisch niet een kapsel hebt wat erop lijkt. Dus dan ga ik voor iets wat die persoon nog wel op zijn minst soms zou kunnen. En dan ga ik voor deze. En dan moet ik alleen nog de kleur veranderen. En dan ga ik voor deze. Lukt het al een beetje bij jullie? Ja. Ja, jullie zijn zo stil namelijk. Mogen we praten hoor. Ik ben lekker aan het concentreren hoor. Oh, je bent aan het concentreren. Doe maar, doe maar. Moeten we even deze. Ja. Deze moeten we ook even doen. Oh, die komen wel een beetje in de buurt, denk ik. Niet dan? Jawel. Dus we gaan eventjes de goede kleur hiervan vinden. Dan pakken we deze kleur. Bij mij is het niet zo lastig, jongens. Dat meen je niet. Ja, bij mij gaat het ook goed. Ik ga er zo doorheen, hoor. Ik heb nog 69.136. Ja, ja. Sowieso. Dus we gaan eventjes die moeten we ook even veranderen en dat wordt lastig. Ik denk dat ik voor deze ga. Het is super makkelijk. Nou, voor mij ik kom niet, er wel hoor. Ja, ja, mij lukt het wel. Oké, dus dit is het eerste wat ik ga doen. Oh, maar ik kan natuurlijk ook nog wel. Want dit kan natuurlijk ook nog wel een beetje op. En dan doe ik eventjes. Kijk, dit kan wel mooi zijn, maar dan een licht kleurtje ervan. Dus we gaan eens even kijken of we een licht kleurtje ervan vinden. Ik ben echt benieuwd of jullie dit raden. Ik raad alles. Dat heb je gezegd nu, hè? Okay. Ga voor deze, een mooi kleurtje. Je hebt het nu gezegd, hè, Rick? Ja, je hebt het gezegd. Ja, 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 ja. Zo, dus ik ben klaar bij de kapper. Ik ben bijna klaar met de outfit. Bijna klaar met de outfit. Toeber. Dus moet ik alleen eventjes kijken, want Rick en Austin zijn volgens mij best wel aardig in de buurt. Als ik het goed heb. Ja, dat ja. Dacht ik al. Maakt niet uit. Dan gaan we eventjes. Dan ga ik eventjes eerst ergens anders naartoe. Dat kan ook, geen probleem.
Ik weet toevallig dat ze dat hebben. Dus daar rijden we even lekker naartoe. Zo, ik ga nu naar de kapper. Ja? Ja. Oh nee, wacht. Nog één ding. Rick, lukt het een beetje bij jou? Ja, een klein beetje. Niet helemaal. Ja, we werken met dubbele punten, hè? Maar zijn jullie ook zo slim geweest dat jullie nadachten over een persoon die wij allebei zouden kunnen kennen? Ja. Jullie gaan hem sowieso raden. Oh, jij zegt nu dat we hem al gaan raden? Ja. Shit, kijk, ik kan twee dingen doen. Ik kan nu eerst daar... Nee, weet je, ik ga eerst daar naartoe. Want dan kan ik altijd op de terugweg daar nog naartoe. Oké, ik denk dat ik misschien al een idee heb. Als jij zegt, die gaan jullie sowieso raden. Maakt niet uit. Het zou wel grappig zijn dat jullie allebei dezelfde persoon zijn. Ja, dat zou echt grappig zijn. Dat laat ik het doen, jongen. Ik hoop het echt zo. Ik wil echt graag winnen. Ik wil winnen. Ik ga voor de win. Ja, oh shit, ik ga er zo langs. Dat moeten we niet hebben. Oh, sorry. Uitkijken. Ik wil geen politie achtermaat. Oké, als ik nu politie achtermaat aankrijg, word ik helemaal gek. Dan moet ik weer naar een andere. We zijn er. Ik weet dat ze... Shit, jongen. Ik heb politie achter me aan. Ik ga even Lester bellen. Dat is toch een goede vriend van me. Sneaky Lester. Ja, die Lester, dat is een goede maat van me. Even kijken. Lester. Lose the cops. Ja, waarom moeite doen als je Lester hebt? Toch? Ja. Remove wanted level. Oké, okay, nou, dat was... Lester is een beast. Dat is zo gebeurd. We gaan eens even kijken. Want even dit heb ik niet nodig. Deze heb ik nodig. We gaan natuurlijk voor deze. Dus ik moet even kijken of ik daar iets voor kan vinden. Nee. Shit! Dat meen je niet. Kan die niet? Het kan niet. Wat? Shit, dan moet ik het anders doen. Oh, deze moet ik doen. Oh, die lijkt meer. Shit, die kan ook niet. Oh, kan je hem niet dan? Oké, dan moet ik het een andere kleur doen. Fuck. Doe wel iets wat erop lijkt. Oh, jongen! Gewoon één level verder, dan had ik hem. Ga ik wel voor deze kleur. Ja, dan ga ik voor deze kleur. Dan rij ik snel naar de kledingwinkel. Ja, jongens, het is even niet anders. Het is jammer, maar het is even niet anders. Eventjes aan de kant, vriend. Dus ik ga nu naar de kledingwinkel toe. En dat zou vast niet heel moeilijk moeten zijn. Ik zal best wel iets vinden. Hoe ver zijn jullie? Ik ben nu bij de kleding. Ja, ik ook. Ik zoek nog één ding, maar ik vind... Oh, jullie zijn wel bij de kapper en zo geweest? Nee. Ja. Niet? Oh. Oh? Nee. Oké, geef niet. Jongens, ik baal daar zo echt ontzettend van de... Van. Laat ik het daarbij houden. Ik kan natuurlijk niet te veel zeggen, want Rick en alles en luisteren natuurlijk ook mee. Mm-hmm. Maar jullie zijn wel bij de kapper geweest? Nee, ik niet. Oh, Rick wel. En? Lijkt het een beetje Rick? Een beetje. Klein beetje, oké. Okay. Ben nieuwsgierig. Oh, het. I'm curious. Oké, okay, even kijken. We moeten hier wezen. Oh zo, gaan we even netjes inparkeren. Zo. Niet echt heel netjes, maar wel een beetje. Zo, het spinnende lijntjes, daar gaat het om. Zo, gaan we even naar binnen. Ga eventjes iets zoeken. Beginnen we eventjes bij Tops, daar kunnen we wel beginnen. Kunnen we daar wat leuks vinden? Dit is weer... Ik weet niet. Moet wel een beetje bij de persoon passen. Dat doet de persoon niet zo snel aan. Dat is weer iets te... Maar deze moet jullie raden. Gaan we het raden? Ja, maar ik moet bij veel dingen langs gaan. Maar denk je dat we die van jou gaan raden? Ja. Ja, toch wel? Ja. Ja, ik twijfel. Ik baal als een stekker omdat iets niet kon wat ik dacht dat wel kon. Dus ja, dat is iets minder. Maar ik hoop in ieder geval. Ik moet eerst even die armor dinges uitdoen. Oké, nou jongens, we zijn net bij een klein probleempje aangebroken. Want hij liep dus blijkbaar de hele tijd liep het hele beeld vast. Terwijl ik in de kledingwinkel bezig was. Dan moet ik eventjes zeggen dat ik dit heb aangetrokken. Gewoon een wit topje, een simpele spijkerbroek, witte sneakers en een horloge. Omdat die persoon dat praktisch gewoon zou kunnen dragen.
topje is misschien iets te laag. Maar ik wist gewoon eventjes niet wat ik moest kiezen. En ik heb natuurlijk deze opgezet. Wat ik natuurlijk niet in een andere kleur voor die persoon had. Maar Rick en Austin die staan voor de deur. Dus dat houdt in... Ja. Ik wacht tot ze er allebei zijn. Dat houdt in dat het nu tijd is om voor dubbele punten per persoon te gaan raden wie wie is. Is het een beetje gelukt trouwens, bellen. Jongens? Ja. Ja? Ja, Austin is echt van zelfverzekerd dat hij, hij gaat winnen. Dat zegt nog niks, hè, Austin. Dat zegt nog helemaal niks. Ben je er al bijna, Austin? Ja. Ik moet even... Ja, oké. Okay. Dus... Waar ben je nu dan? Ik kijk wel aan. Oké. Okay. Okay. Oh, jullie zijn er allebei al. Jullie zijn er allebei. Ja. Maar ik moet jullie apart binnenloodsen. Dus ik doe eerst Rick, want die staat... Wat, jongen, de hele telefoon, alles doet moeilijk. Eerst Rick in beurzen. Eens even kijken wie Rick is. Oké, Rick. Oké, ik zie het echt niet hoor. Dat weet ik niet. Ja, ik zeg dat niet. Dat doen als ze naar binnen, jongens. Kom op, hé. Oké, ja, bij jou weet ik het denk ik wel. Ja, tenminste, ik ga ervan uit dat ik het weet. Shit, jongens. Oké, laten we maar met Rick beginnen, zoals altijd. Rick, je mag een kleine babytip geven. Kleine babytip? Ja, mag een kleine tip geven. Barium Leviosa. Oké, ik denk dat jij professor Snape moet voorstellen, waar je echt niet op lijkt, want die heeft zwart haar. Nee. Ja, precies. Dus die ben ik dus niet, hè. Ja. Anders had ik het zwart haar genomen. Ja. Oh mijn god, jongen. Rick, wat vind je nou echt? Dit is wel echt heel slecht. Ben je Ron Wemel? Ja, natuurlijk. Waar ben je? Je lijkt er niet eens op, maar ik deed uit medelijden voor je. Hoezo lijkt het niet? Oké, had jij het geraden, Austin? Nee. Ja, ik kijk helemaal niet. Dat houdt in dat Rick 2 punten heeft gekregen. En Rick is geëindigd met een 6 aantal punten. Dus dat houdt in dat Rick sowieso al heeft verloren. Sorry Rick, je kan misschien nog een gedeelde plaats met Austin delen. Als niemand deze van Austin raadt. Maar ik ben bang dat we die wel raden van Austin. Austin, je mag een kleine tip geven. Kleine tip. Kleine tip. Een klein tip. Het mag niet voor de hand liggend zijn, maar je mag wel een tip geven, zeg maar. Of iets wat iets anders moest aan je outfit. Zodat we het alsnog misschien kunnen raden. Dat mag natuurlijk wel, want het is natuurlijk best lastig om dit te raden. Eigenlijk moest ik nog iets op mijn schouder hebben. Oké, ja, dat is duidelijk. Jij, Rick, weet jij het ook wie hij is? Ik heb echt geen idee. Rick, jij moet raden wie hij is. Ik weet het namelijk zeker. Ben jij een bekende parachutespringer? Rick, doe je dit expres omdat je niet wilt dat hij wint? Ja, ik doe die expres omdat ik zijn personage niet heb geraden. Daarvoor wie ben je, Austin? Rick, even weet je nu definitief niet wie hij is? Ja, ik weet het. Oké, zeg het maar. Ik ben van Pokémon Ash. Ja, precies. Jij bent Ash. Catch him out, Pallettown. Ben je dat? Ja. Niet waar? Jij bent Austin? Helemaal niet. Ja, oké, dus dat houdt in dat Austin 4 punten heeft gewonnen. Dat houdt in dat Austin is geëindigd sowieso met een stand van 10. En dat houdt in dat als Rick en Austin nu raden wie ik ben, met de nadruk op ik, wie ik ben, dan houdt dat in dat ik sowieso heb gewonnen met 11 punten, want ik stond natuurlijk met 7 punten. Oké, kijk allemaal goed naar mij. Ja, dat doe ik al een uur, maar... Oké, en als ik geef als tip dat wat die persoon op de hoofd heeft een andere kleur moet zijn. Oranje. Jongetje wel. Dus wie ben ik? Je bent jezelf. Ja! Je bent jezelf. Ik heb gewonnen! Ik heb gewonnen! Lekker voor jullie. Ik heb gewonnen, jongens. Het houdt in dat ik deze serie... We hebben het 5 keer gedaan en ik heb deze serie gewonnen met een stand van 11 punten voor mij, 10 punten voor Austin en 6 punten voor Rick, als ik het goed heb. Rick, dus ik zou zeggen, laten we even lekker samen op de foto gaan. Even lekker een selfie om het af te sluiten. Ja. Dus even kijken. Kom er maar bij.
Yes, ik sta hier samen met Ron Wemel en Ash Ketchum uit Palletown. Dus even kijken, je staat er net niet op, Wemel. Dus oké, Ash. Ash, jongens. Jongens, kom op, hé. Hey. Kom eventjes. Even voor de foto. Zeg maar cheese. Ja, jullie staan zo te kloten nu, hè. Zo, ik maak wel gewoon de foto als jullie er niet op staan. Mijn best. Maak zo. Net niet op. Dus dat is de foto geworden. Hartstikke leuk natuurlijk. Dus in ieder geval, laat eventjes in de reacties weten of jullie meer van dit soort afleveringen willen. Want dan kunnen we hem natuurlijk gewoon door laten lopen. En voor nu zeg ik, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer weer. Check ook nog even Allsins YouTube kanaal uit. Post 10 in laagzetje YouTube. Dat zou je leuk vinden. En tot de volgende keer weer. Dag.